Hoe noem je dat eigenlijk? Zijn minder gripdingen. Bijvoorbeeld als je schuin gaat, dan zijn niet zoveel veel grip. Dat klopt, ze worden minder, hè? Ja. Je hebt meer bakken, noem je dat. Daar kan je echt je hand, als je er echt je hand in kan leggen, dan noemen ze het bakken. Ja. Dus die kan je pakken en dan kan je bij wijze van spreken gewoon een minuut gaan hangen. Hoe hoger je komt, zeker als het stijl wordt, soms zit er echt van die greepjes dat je echt denkt, hoe kan je hier aan vasthouden? Hoe doen mensen dat? Vooral schuin. Vooral schuin, dan inderdaad. Dan moet je zo vastpakken. Ja. En hoe heb jij toch je grenzen verlegd daar dan? Want je zei van, dat vond ik heel moeilijk, maar je gaat namelijk wel een grenzen verleggen. Ja. Hoe heb je dat gedaan dan? Nou, op een gegeven moment zeg ik, kan je niet meer verder, dan zeg ik gewoon stop, klaar. Ik weet het echt niet. Ja, dus je geeft ook je grenzen aan sowieso. Ja. Van, dit is een stop. En vorige week had jij moeite ermee, maar toch heb je het wel weer gedaan, hè? En ben je weer als een speer omhoog gegaan. Had je iets in je hoofd omgezet van ik ga dit gewoon doen, of wat gebeurde er? Ja, gewoon proberen, gewoon goed kijken. Goed kijken. Ja. Als je beneden staat, moet je eens goed kijken naar boven. Observeren. Hoe kleuren kijken. Welke weg je gaat nemen? Ja, hè? Ja, waar de grote dingen zitten die je goed vast kan pakken. Ja. Maar wat het moeilijke was, is dat je bijvoorbeeld, je hebt de paars, was heel makkelijk, maar die paars ging zeg maar over elke muur heen. Dus bijvoorbeeld Swipe zat hier en ik hier, dan moest ik wel onder Swipe gaan lopen, maar dat is een groot risico. Ja. Als hij viel, klimmen ook goed. Ja. Als hij viel, zeg. Ja, toen valt hij bovenop je natuurlijk. Hoe vond je dat, dat je dan onder iemand anders moest klimmen? Ja, ik ging steeds wachten totdat hij omhoog ging, zodat ik een andere route kon pakken. Mm-hmm. Zeg maar met dat paars, maar... Moest wel even lang wachten. Ja. Limifa? Ja. Sorry? Limifa? Ik hem iedere week.